Als er één Spartaan het krachthonk door en door kent, is het doelman Tim Koremans. De Brabander raakte in de voorbereiding van het vorig seizoen zwaar geblesseerd aan zijn knie en was een jaar uit de roulatie. Vlak voor de winterstop maakte hij, door de blessures van eerste doelman Okoye en tweede doelman Benjamin van Leer, eindelijk zijn rentree in Sparta 1. Een mooi en emotioneel moment. Ja, uiteindelijk komt toch dan weer die blessure en dat lange traject komt dan wel een paar keer voorbij natuurlijk. En dan is het dat een mooie... Ja, iets moois om toch eventjes naar terug te kijken. Dat je daar uiteindelijk allemaal voor hebt gedaan. En ik hoop dat ik dat nu door kan trekken inderdaad. Hoe moeilijk is die weg uiteindelijk wel geweest? Zijn er toch ook momenten geweest dat je dacht van waar doe ik het eigenlijk allemaal voor, ik stop ermee? Ja, zeker weten. Dat was eigenlijk rond de kerst ook, een jaartje geleden. Mijn knie die wilde maar niet dunner worden, niet slanker worden. Bleef maar reageren op alles wat ik meer deed eigenlijk. En toen dacht ik echt van ja, ik ga een nieuwe MRI-scan laten maken, want het zit niet goed. En ja, dat is echt een heel raar verhaal eigenlijk. Ik belde de dokter, nou, hij nam niet op toevallig. En die dag later ging het vochten bijna, nou niet vanzelf, maar die week daarna ging het ineens supergoed. Dus dat was echt eigenlijk wel bizar. Koremans heeft bij Sparta een aflopend contract en heeft het komend half jaar dus de kans om zich te bewijzen. Al heeft hij zijn hoogtepunt bij Sparta waarschijnlijk al te pakken. 28 mei 2019 werd hij niet alleen vader, maar hielp hij Sparta hoogstpersoonlijk bij de Graafschap aan promotie in de met 2-0 gewonnen wedstrijd. Ja, ik denk dat het niet veel mooier gaat worden dan die dag, dat klopt. Maar het past allemaal precies. Ik geloof dat het 6:30 ochtends werd ik gebeld van het gaat beginnen. Dus ik dacht in eerste instantie van ja, ik kan niet nog even een dagje wachten. Ja, in het ziekenhuis ging het eigenlijk best wel snel. Alles was al begonnen en ze wisten ook allemaal hoe het ervoor stond, zeg maar, dat ik nog even moest werken 's avonds. En uiteindelijk om 1:30 is hij geboren. Ik heb hem eerst een fles gegeven. Mijn vader heeft me teruggebracht naar het hotel, naar de jongens. En ik heb even een uurtje geslapen op de bijrijdersstoel. En nog precies op tijd voor het avondeten eigenlijk met die jongens. Spreking gehad, wedstrijdje gespeeld en gepromoveerd.